Ja, Nico, man. Je basisdebuut, dat is een beetje wat je ervan voor had gesteld. Nou, ja, het was wel een hele... Ja, ik weet niet. Ik was wel een beetje zenuwachtig van tevoren, maar ik denk dat dat wel logisch is. En dat zag je misschien ook wel aan mijn eerste balcontacten, maar daarna heb ik het wel misschien wel, volgens mij wel opgepakt. Maar ja, het is zo'n belangrijke wedstrijd en als ik dan daar mag staan, dat is wel een mooi teken van de club, denk ik. En ja, ik ben er wel blij mee, met mijn basisdebuut. Ik weet het niet zo goed. Moet ik je nou feliciteren met een punt of helaas dat je de twee verloren hebt? Wat gevoel overheerst voor mij is denk ik wel van dat we blij mogen zijn of we niet hebben verloren in ieder geval. Dat we dat Fortuna niet uitloopt op ons. Kijk, we hebben 1-0 achter gestaan en ja, dan is het wel fijn dat je, wat was de 89e minuut nog een penalty krijgt en dat je 1-1 hier weg gaat zitten uitgaat. Dus ja, aan de ene kant wel een beetje opgelucht. Op basis van de tweede helft kan je ons misschien wel feliciteren met een punt, maar op basis van de eerste helft denk ik, als we daar gewoon scoren, dan kunnen we de tweede helft kunnen we meer uitspelen. Maar op basis van de tweede helft kan je denk ik wel ons feliciteren met een punt, denk ik. De trainer zei ook, een wedstrijd met twee gezichten. Ik denk, de eerste helft hebben wij goed gevoetbald, hebben wij de vrije man op middenveld gezocht. En kwamen nog tot een aantal kansen en hebben we ons vergeten te belonen op goals. En, ja, dan moeten we onszelf kwalijk nemen, want dan ga je gewoon met de 3 punten weg. En de tweede helft gaat het helemaal anders. Lopen we naar achter en worden de ruimtes te groot. Komen we te laat bij de tweede ballen. En dan maak je jezelf heel lastig. En dan, ja, wat ik zei, een wedstrijd met twee gezichten. Ja, je zegt dan lopen jullie naar achter, maar waarom lopen jullie naar achter? Is dat omdat zij iets hebben omgegooid of dat bij jullie dingen niet meer lukken die eerste helft wel lukt? Ja, in de tweede helft hadden we het wel een beetje omgegooid. Eerst zelf kwamen wij vooral door via het middenveld en dwongen ons nu naar de buitenkant, waardoor ze daar druk op ons zetten. En daar hadden wij het gewoon lastig mee, dus dan moeten wij de oplossing vinden, vind ik. Maar ja, Fortuna deed het ook goed en ja, helaas konden we dat niet omzetten in een goed voetbal zoals we in de eerste helft deden. Zoals de trainer zou hebben gezegd in de kleedkamer, een wedstrijd met twee gezichten. Ja, wat lukte er dan niet in de tweede helft, wat wel in de eerste helft lukte? Ja, ik denk, we kregen er gewoon geen druk op in de tweede helft. Ze konden gewoon makkelijker doorspelen en ja, we kregen er gewoon geen druk op, wat ik al zei. Dus ja, dat was gewoon moeilijk. En hadden zij meer de bal, konden zij meer druk, het publiek erachter en dan wordt het zeg maar moeilijker voor ons. Maar uiteindelijk staan we hier wel met de punt en moeten we het volgende week thuis tegen Heracles, moeten wij de 3 punten pakken.